We sluiten aan bij de identiteit en dynamiek van de wijk of het dorp. En er wordt gewerkt vanuit de belevingswereld van de inwoner. Dus dat betekent dus dat er goed naar de wijk wordt gekeken. Waar zitten de problemen en waar liggen de kansen? Maar nog veel belangrijker is, hoe beleeft de inwoner die er woont zijn eigen wijk? Dus beter luisteren naar de inwoners en neem deze mee aan de voorzijde bij ontwikkelingen die hen raken. Juist in dat proces, dan gaan we aan de voorkant gaan wij in voorstellen. Dus u hebt als raad, heeft u dus anders dan wat wij nu nog doen, veel meer de kans om inbreng te geven. Nou, in de eerste instantie had ik niet echt commentaar, maar ze hebben zeg maar, we hebben afgesproken, of tenminste zo laat de coalitie blijken, dat ze heel erg open is en alles samen wil doen en met de oppositie. Ja, en dat vind ik mooi, alleen vervolgens blijkt dat de deur gewoon dicht zit. Dat je dan zeg maar vraagt voor die megastaldekker om die af te komen, om je verlies te nemen. En dan zeggen ze van ja, nee, maar dat gaan we niet doen. En dan heb ik boven, zeg maar in de voorgesprekken, hebben we het gehad over een energiemeldpunt. Energie voor energiearmoede, want er zijn heel veel mensen die nu in nood zitten of in geldprobleem doordat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Nou, toen werd gezegd van, nou, dat is simpel te regelen, dat hoeft niet in een coalitieakkoord of dat kun je gewoon doen. En dan vraag je daarna en dan is dat toch van, ja, nou, misschien moet er dan maar een motie voor indienen. En denk ik, als dit een nieuwe bestuurscultuur is, ja, dan, waar zijn we dan mee bezig? En toen is er een opmerking gemaakt over van, ja, dat hoef je niet te regelen in een coalitieakkoord, want het is vrij eenvoudig te regelen. Buiten het coalitieakkoord om. Maar er is niet gezegd van wij gaan dat voor u regelen natuurlijk. En dat gaan we natuurlijk ook niet doen. Het gekke is, ik heb aangegeven zojuist van als je dat wil regelen moet je dat zelf doen. Via een motie of een amendement, maakt me niet uit hoe. Maar gewoon via de officiële weg. En dat wou ze niet. En zij wouden vervolgens dat wij dat voor haar gingen regelen. Maar dat gaan wij natuurlijk niet doen. En vervolgens werden wij zelf beticht van achterkamertjespolitiek. Maar het is juist achterkamertjespolitiek als je dat niet via de officiële weg regelt. Dus de Partij van de Arbeid moet dat gewoon via de officiële weg regelen. Ze hebben een kleine meerderheid en op zich kan dat heel positief zijn. Ik heb ook gezegd, ik neem die uitgestoken hand graag aan. We willen ons constructief opstellen, samenwerken. Maar als dan meteen al op twee punten de deur dicht zit, dan denk ik, ja, als er niks te overleggen valt, hoe, ja, als je zo begint, hoe gaan we dan de komende 4 jaar met elkaar verder?